De Younes Flyers speelden tegen de Amstel Tigers Amsterdam. En de koploper uit A-pool A van de Beneliga. In de 10e minuut komen de Amstel Tigers op voorsprong door een doelpunt van de goede old John Versteeg. Hij schiet achter de benen raak, achter goalie Sjoerd Itzinga. Vanaf de face-off is het direct weer raak. Via Daniel Lam komt de puck voor de goal bij Donny van Muschen, die meteen raak schiet. Sjoerd Itzinga is kansloos. De stand is op dat moment 2-0. In de 13e minuut van de wedstrijd vinden de Flyers aansluiting. Met Joey Oosterveld en Dax van der Velde op de strafbank is het in een powerplay met 5 tegen 3 Pippel en Mel die raakschiet vanaf de blauwe lijn. In de 16e minuut van de wedstrijd trekken de Flyers de stand gelijk. De puck komt achter bij Tony Demeline, achter de goal terecht bij Tony Demeline. Hij verovert de puck en paast af op Ronald Worm. De topscorer van de Flyers heeft geen moeite met de 2-2. Na 1 minuut in de tweede periode is het op assistentie van Ronald Worm Tony Demeline die raakt schiet. 3-2 voor de Flyers is op dat moment de stand. Halverwege de wedstrijd krijgen de Flyers een 5-op-3 powerplay. De puck komt uiteindelijk via Tony Demeline bij Marco Posma. En hij paast af naar Ronald Worm die met een one-timer raakschiet achter goal van Rijswijk. De stand is op dat moment 4-2. Niet veel later ontstaat er een powerplay voor Amsterdam. Demeline en Worm zitten op de strafbank. Dax van der Velde scoort 4-3 voor het team van Ron Betteling. Aan het eind van de tweede periode is er wederom een powerplay voor de Flyers. In bijna identieke situatie scoort Ronald Worm 5-3. De stand van 5-3 blijft lang op bord, tot vlak voor het einde, als Ronald Worm op assistentie van Tony Demeline met een empty net goal er de 6-3 eindstand van maakt. De Flyers wonnen een dag later met 8-4 in Den Bosch. Op deze manier blijven zij ongeslagen koploper in Pool A van de Beneliga. Ronald Worm, gefeliciteerd. Een hat-trick. En wat voor een? Ja, dankjewel. Ja, 4 waren er. Ja. 4? Ja. Nou ja, dat is mooi meegenomen, toch? Ja. Overal gewoon een goede wedstrijd gespeeld vandaag. Ik denk als team ook gewoon, dus... We zijn blij dat we hebben gewonnen. Dit was dan de kraker wat iedereen zei. Of een van de betere wedstrijden. En we zijn blij dat we hebben gewonnen. Wat vond je van het spel van Amsterdam? We wisten hoe ze speelden of hoe ze spelen. Dus we waren wel voorbereid. Ik vond ze goed spelen. Ja. Ons ook. Ja, en hoe liep jouw eigen lijn? Het wisselt wel de laatste tijd vaak. Maar zoals je zag, we hebben vandaag veel doelpunten gescoord, dus ik denk goed. Ja, tic-tac-toe. Ja, nou, dat weet je goed. Morgen Den Bosch, wat verwacht je van die wedstrijd? Geen idee, ik heb nog nooit tegen Den Bosch gespeeld om eerlijk te zijn in het eerste team. Dus ik heb geen idee wat ik
echt moet verwachten. Maar we zullen zien. Dat zei ik laatst ook al. Het is gewoon een nieuwe competitie met veel teams waarvan ik ook gewoon nog niet zoveel weet. Dus we zullen... Je laat je graag verrassen dus. Zeker. Ja. Bosma, pittig potje. Ja, dat was een mooi pot ijshockey. Dat ging over en weer. Dat ging volop. En ik denk twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Had je dat verwacht? Ja en nee. Sommige jongens ken je natuurlijk van vroeger. Van een aantal jaar geleden. Sommige jongens hebben hier gespeeld, dus die ken je wel. Maar ook een aantal jongens die zijn gewoon helemaal nieuw. Dus daar heb je geen idee van. En die vielen best wel positief op, vond ik. Wij wouden je tussen de periodes ook even hebben. Maar je zat wel een beetje met je adrenaline op over het niveau heen. Ja, maar goed. Dan ga ik liever toch even die kleedkamer in. En dan een interviewtje te geven. Het is je gegeven, hoor. Dank je. Hey, morgen Den Bosch. Ja, Den Bosch. Ik denk dat dat een ander soort ploeg is. Daar ken je eigenlijk helemaal niks van. En die staat ergens onderaan in de ranglijst. Dus dat wordt een heel ander potijshockey.